De nieuwe Super Mario Bros. Film draait vanaf nu in de bioscoop. En misschien is dit wel het moment dat jij op zoek bent naar een nieuwe Mario game. Maar niet zomaar een Mario game. Een Mario game die je samen met je vrienden kan spelen. In deze video kies ik de 5 leukste multiplayer Mario games waarin Mario zelf de hoofdrol speelt. It's me! Games met andere bazen uit de Mario serie zoals Captain Toad, Treasure Tracker of Yoshi's Crafted World. Die tellen dus niet mee. Ook al zijn dat ook best wel leuke games. Het fantastische Paper Mario The Origami King heeft geen multiplayer modus, dus die zetten we er ook niet in. En Super Smash Bros. En Mario Rabbids komen dus ook niet in deze lijst. Mario Rabbids heeft wel een soort van multiplayer, maar die tel ik niet echt mee. En Super Smash Bros. Vind ik meer een Nintendo game, geen Mario game. En ik zal al deze Mario games een beetje proberen af te werken volgens categorie. En dan beginnen we op de 5e plek met de categorie waarin Mario de held is in een sportgame. We beginnen bij Mario & Sonic op de Olympische Spelen Tokio. De Olympische Spelen in Tokio zijn dat jaar gecanceld vanwege die vervelende pandemie. Maar de game ging gelukkig wel door. Alhoewel, gelukkig. Volgens veel mensen zijn de Mario en Sonic games niet al te best. Ik ben het deels met ze eens, want de minigames zijn allemaal wel heel erg simpel uitgewerkt. Maar in deze Mario sportgames zit toch wel behoorlijk wat variatie door de verschillende minigames. Maar ja, als je hem dan weer gaat ranken volgens de minigames, dan zijn er misschien wel andere Mario titels die leuk zijn voor multiplayer. Met heel veel minigames. Maar daar komen we straks op. Mario en Sonic op de Olympische Spelen Tokio kan ik dan ook niet aanbevelen als de beste sportgame met Mario. De sportgame waar ik het meest naar uitkeek was toch wel Mario Strikers Battle League Voetbal. Maar helaas, ook daar werd ik een beetje in teleurgesteld. Ja, het is best leuk hoor, om af en toe een potje tegen je vrienden te voetballen. Maar online is die ontzettend moeilijk. En hoewel de gameplay dus echt wel dik in orde was, heeft de game ook geen story mode. Goed, dit is een lijstje waarin we de games beoordelen op het multiplayer aspect, maar ja, ik kan onmogelijk verkopen dat deze game 60 euro waard is. Dan hebben we nog Mario Golf Super Rush. Ik weet niet of jij een gigantische golffanaat bent, maar dan is dit misschien wel een leuke game. Het is een beetje als Animal Crossing. Je komt er wel mee tot rust. Het is allemaal niet heel snel en af en toe heeft het best wel een challenge. Met vrienden is dit op zich wel een leuke game, maar ik ga er toch langzamer van praten, omdat ik toch nog steeds twijfel of ik deze aan je aan zou raden. Ik denk het eigenlijk niet. Als ik je dan een sport game moet aanraden, dan zou ik zeggen dat Mario Tennis Aces nog wel de leukste sportgame is die Nintendo op de Nintendo Switch heeft uitgebracht. Veel challenges, leuke story mode en ook een potje tennissen tegen elkaar is oprecht best wel leuk. Nou, weet je wat? Kies zelf maar welke sport jij leuks vindt als je een sportgame met Mario zoekt voor de Nintendo Switch. De sportgames staan niet voor niks bij mij op de 5e en dus in dit geval de laatste plek. Maar welke type games staan er dan op de 4e plek? Nou, dat zijn de Mario Party games. En er zijn er op dit moment 2 van. Super Mario Party en Mario Party Superstars. Ik kan me voorstellen dat het best een beetje verwarrend is. Super Mario Party was de eerste van de 2 die is uitgebracht op de Nintendo Switch. En heel veel mensen dachten dat dit de ultieme Mario Party game ging worden. En er is nog altijd een heftige discussie over welke Mario Party van deze 2 nou de beste is. Ik denk dat de meningen ongeveer 50-50 zijn. Super Mario Party maakt in veel minigames gebruik van motion controls. Heel veel mensen vinden dit tof en heel veel mensen vinden dit niet tof. Ik ben van de groep die dit niet per se tof vindt. In deze Mario Party zaten wel 80 nieuwe minigames en dat is natuurlijk wel vet. En je kan met best veel characters spelen. Dan de andere Mario Party, Mario Party Superstars. En dit werd voor mij dus eigenlijk wat ik verwachtte van Super Mario Party. Een verzameling van ruim 100 minigames die we kenden uit alle oude Mario Party games. Oftewel de allerbeste minigames die Mario Party heeft te bieden. De spelborden zijn ook cool. Alhoewel het er niet heel veel zijn. Het zijn de beste Nintendo 64 spelborden. En dan nog een vernieuwde versie daarvan. De motion controls werden de deur uitgegooid. En ja, daar maak je mij dan wel blij mee. Oh, en nog even terugkomend op Mario en Sonic op de Olympische Spelen. Die heeft dus ook heel veel minigames die op zich wel leuk zijn. Maar voor mij is dit de Mario multiplayer game met de leukste minigames. Voor de 3e plek kijken we naar de 2D Mario games die je in multiplayer kan spelen. En dan hebben we natuurlijk Super Mario Maker 2. Hoe leuk is het om de moeilijkste Mario 2D multiplayer levels te bouwen voor jouw vrienden. Of juist die van jouw vrienden te spelen. Dat kan natuurlijk ook. Er zit niet echt een duidelijke multiplayer mode in Super Mario Maker 2. Die zit een beetje verstopt. Maar je kunt natuurlijk altijd een avondje bouwen en vervolgens de controle aan je maten geven om hun jouw level te laten spelen. Je kan ook levels van anderen downloaden en als je die eenmaal op je Nintendo Switch gedownload hebt, dan kan je die ook in multiplayer mode samen tegelijk spelen. Dus dat is best wel vet. Maar ik zou toch kiezen voor een andere
de 2D Mario game op de derde plek. En dat is natuurlijk New Super Mario Bros. U Deluxe. Dit is gewoonweg de ultieme 2D Mario game ooit. En dan krijg je er ook nog New Super Luigi Bros. U Deluxe bij als je die game koopt. Dit zijn maar liefst alle 164 levels uit deze twee games. Je speelt ze met 4 spelers tegelijkertijd op de bank. En ja, je kan samenwerken, maar je kan elkaar ook enorm tegenwerken. En dat is misschien nog wel leuker dan het samenwerken. New Super Mario Bros. U Deluxe wordt door veel mensen bestempeld als de beste 2D Mario game ooit. En dat al helemaal als je uitgaat van de multiplayer modus. Ik ben het met ze eens. Deze is fantastisch om met je vrienden te spelen. Maar er staan nog een aantal games boven deze 2D Mario game. Voor de tweede plek gaan we kijken naar de 3D Mario games. Je hebt Super Mario 3D All-Stars, een verzameling van Super Mario Sunshine, Super Mario 64 en Super Mario Galaxy. Maar deze hebben niet of nauwelijks een multiplayer mode, dus komen niet in aanmerking voor deze lijst. Super Mario Odyssey heeft ook niet echt een multiplayer mode. Player 2 kan wel Cappy besturen en dat kan best grappig zijn. Maar nee, daarmee kom je niet hoog in deze lijst. Moet ik wel even zeggen dat Super Mario Odyssey echt een van mijn favoriete Mario games is. En een van mijn favoriete Nintendo Switch games is. Maar dus niet voor de multiplayer mode. Nee, de enige titel die hier natuurlijk hoort is Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. Bowser's Fury heeft geen multiplayer mode. Het is eigenlijk gewoon een kleine open wereld Mario game. En naar mijn idee krijg je die er soort van gratis bij. Het draait hier natuurlijk om Super Mario 3D World. Die game doet eigenlijk al het goede wat nu Super Mario Bros. U Deluxe doet in 2D, maar dan in 3D. Je kan deze hele game doorspelen met 4 personages. Je hebt beschikking over Mario, Luigi, Toad, Peach en later ook Rosalina. Allemaal hebben ze hun eigen vaardigheden. Zo is Toad heel snel, kan Peach zweven en springt Luigi op een andere manier dan Mario in de lucht. En dit zorgt voor een enorm leuke dynamiek. Ik heb deze game met mijn vrienden helemaal uitgespeeld tijdens mijn livestreams op Twitch. En deze streams behoren tot de best bekeken streams ooit op mijn Twitch kanaal. En dat komt natuurlijk omdat we zoveel lol hadden met deze game. Ja, dit is misschien wel de perfecte Mario game voor mij. Maar op nummer 1 staat natuurlijk Mario Kart 8 Deluxe, waar nog altijd nieuwe content voor uitgebracht wordt. Er worden nog steeds nieuwe banen toegevoegd aan Mario Kart 8 Deluxe. En straks hebben we beschikking over maar liefst 96 banen om op te racen. Het leuke aan elke Mario Kart is dat het voor iedereen leuk is. Je kan je kleine broertje van 4 jaar ook een controle in zijn handen geven. En wanneer hij over de finish komt, heeft hij net zo'n overwinningsgevoel als jij, als jij net eerste bent geworden. Ik kan me bijna niet voorstellen dat er mensen met een Nintendo Switch zijn die Mario Kart 8 Deluxe niet hebben. Maar als je die game nog niet hebt, is dit absoluut mijn nummer 1 Mario multiplayer game die je moet aanschaffen voor je Nintendo Switch. Maar met Super Mario 3D World plus Bowser's Fury, New Super Mario Bros. U Deluxe, Mario Party Superstars of een willekeurige Mario Sports game naar keuze, heb je ook een prima aankoop gedaan nadat je de Mario film in de bioscoop hebt gezien. Laat me weten wat jouw favoriete multiplayer Mario game is in de comments. Doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren voor de nieuwste Nintendo Switch video's. Mazzel!